Hey, Bijsje. Ja, een hele goede morgen weer gewenst. En ook een welkom bij Corina en de Beestenboer. En ik ga even naar de PC. Het is vandaag sowieso dinsdag. En het is 10 juli. En het is 9:36. Ik heb gisteren niet gevlogd. Nee, ik had totaal geen zin. Eigenlijk nog niet. Want ik ben niet in orde. Maar dat doet er allemaal niet toe. Kunnen jullie ook niks aan doen. Aanstonds komt Rebecca weer. En het leuke, ik kreeg gisteren telefoon van haar baas, dat Rebecca eerder met vakantie gaat. En dat ik dan een invalste krijg. En die heet ook bij toeval Rebecca. Dus we blijven in de Rebecca. Ja. Dus helemaal leuk. Enkel, ik hoop ook enkel wel dat ze er een naam eer aan doet. Want de Rebecca die ik gewend ben, die is snel. Supersnel. Maar ook goed in haar werk. En dat gaat 9 van 10 keer niet samen. Maar zij doet het echt goed. Perfect. Ja. Wat ze doen moet die dag, doet ze goed. Hé, hondje? Ja, nou. Ja. Maar in ieder geval, hij wil er zo weer uit. Dat zullen we straks wel weer even doen. Maar ik zeg in ieder geval nogmaals een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Vlog voor Corina en de Beestenboel. En ik zou zeggen, geniet van hetgeen wat je doen gaat. Want van het weer kan je niet genieten, want het is triest. Althans, hier is het triest in Den Helder. En ik vind er helemaal twee keer niks aan. Het waait hard als een raket. Je waait wat uit je kleding weg, zeg ik dan. En ja, het is grijs. Het is hopeloos grijs. Ja, niks aan, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Nog meer? Zie maar, de lucht is grijs en grauw. Kijk, en het waait. Ja, het waait. We kunnen al een heleboel wel zeggen van, oh, het valt mee. Ja, ik zit hier in de lucht dan, hè? Maar ga je nou eruit? Nou, dan verneem je het wel. En vooral op bepaalde hoeken. Ja, nou, ik neem jullie weer even mee naar binnen. Zo. En dan kunnen die even lekker buiten wezen. En ik zou zeggen, tot later deze dag. Doei dan. Hey, meisje. Zat jij naar buiten te kijken, hè? Hé? Hey. Wat een dikkie, hé. Ja, lieve vrienden. Rebecca die is net de deur uitgegaan. Dus ik kan elk moment ook zo met de auto weer langskomen. En ja, het werk zit er weer op. Ik heb mijn werk ook weer gedaan. Ik ben het wasgoed vouwen geweest. Dat gaat ze. Ze gaat de andere kant op, zo te zien. Ja, ze gaat die kant op. Nou, dat ik zou zeggen, ik zal die trouwens op zijn plek neerzetten. Zo. Ja, er staat een beetje afwas, maar niet noemenswaardig. Die er ook even op. Ja, ik kreeg gisteren ook nog een slecht bericht. Een surrogaatzusje Wilma, die jullie met mijn verjaardag hebben, die zit op de bank. Die, haar moeder is gisteren onverwacht overleden. Oké, haar moeder, daar zei ik ook moeders tegen. Dus ja, het kwam even heel, heel hard aan en toch een traantje wegpinkt. Ze zijn vandaag met de kaarten bezig en ik hoop dat ik er ook eentje zal krijgen, zodat ik even ook naar de aula toe kan en mag om afscheid te nemen. De vader, haar vader dus, die wou graag hebben dat in een gesloten kring werd gedaan, dus ja. Die wens moeten we maar accepteren.
En als ze al wordt begraven, nou oké, okay, begraafplaats is openbaar, dus dan mag ik naartoe. Ik ging gelijk mijn eigen moedertje ook weer bezoeken. Ik ging alles even in één keer doen. Dus ja, weer even wat dagen. En dat is mijn telefoon. Waarom die afging, weet ik niet, want ik had een alarm uitstaan. Zeker niet goed gedaan. Nou, maakt dat niet uit, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Het is hier nog steeds donker en grijs en triest en winderig. Maar er werd gezegd, niet koud. Dus ja, laten we dat aannemen voor waarheid. Ik weet het niet. Ik ga er vandaag niet uit. Ik ga ook niet de Juttersmarkt op. Ik heb er geen zin in. Dus dan doen we het niet. Nee. Wat lekker. Nou eens een keertje thuis. Lekker niks doen. Ja, dingen wat ik wil. En voor de rest, te bekijken. Zeg, lieve vrienden, tot later. Doei, doei. Hé, hey, meisje. En tandjes. Nee? Hoe is die dan? Ja, en daar ligt mijn hondje. En daar ligt mijn prinsesje. En de rode rakken die ik net naar buiten laten gaan. Ja. Ik heb aan jullie een vraag. Mag een politieagent op een motor voor de lol zijn sirene heel eventjes laten horen? Al is maar een fractie van een seconde, 2 seconden, hooguit. Volgens mij mag dat niet, hè? Nee. Nou, het gebeurde er net hier wel buiten. Maar ja. Daar kan ik niet over oordelen. Maar het mag, dacht ik niet. Ja, ik als boerenleek. Ik zou bij hoge belaag niet weten wat ik dan doen kan. Ja, aangeven. De politie zelf bellen van, ja, hallo, mag dat? Volgens mij mag dat niet, maar sowieso. Maar dan moet je een kenteken van die motor hebben. En dat had ik niet, want ik kan niet door een dichte muur kijken. En ik stond al net even met moeite en pijn op mijn tenen. En dan zag ik een stukje van de motor, van een politiemotor. Ja, verder kon ik niks zien. Ik stond bij een paar mensen te praten. Maar ja, dat zijn mensen waar ik liever niet mee omga dan wel. Maar oké, okay, ik ben bezig met een plaatje voor iemand anders. Ik mag het zo nou niet laten zien, want dat vind ik niet behoren. Het gaat om een klein kindje die donderdag 5 jaar wordt. En ja, het is besteld door zijn oma, dus ja, daar ben ik lekker druk mee bezig. En het, ik heb gevraagd waar hij van hield. Nou, trampoline, dus ik heb eerst op internet naar een trampoline gezocht. Heb ik ook helemaal uitgetupt gedaan. En ja, het kindje uitgetupt natuurlijk. Een cadeautje met zijn naam erbij. En dan natuurlijk de felicitaties. En het cijfertje 5. Nou ben ik nog bezig met ballonnetjes van de achtergrond. En dan is het klaar. Ja, dan moet ik het nog even. Ik denk dat ik het wit hou, ik weet het nog niet. Maar ja, dat zie ik zo wel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog. Het is nou trouwens mooi weer, maar het waait nog wel. Ja, het is hier en daar een wolkje. Ja, de ramen zijn trouwens ook zover schoon, want een keer de glazen was gehad. Ja, ja. Er zit nog wel hier en daar een streepje, maar er zijn meeuwen, hè. Dan heb je dat. Ik vind het ideaal. Ik denk, ja, zoals jullie het zien, het waait nog wel. Maar oké, okay, dat heb je vlak bij de zee, ja. En ik zou toch niet willen ruilen om naar het midden van het land te gaan, want dan ben ik mijn zee kwijt. Ja, ik wil de zee behouden. Lekker, heerlijk, vreselijk, gezond. En die andere natuur is ook wel gezond, maar benauwder. Daar kan ik niet tegen, nee. Mijn water gaat zo koken, dus ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, doei. Ja, een hele goede morgen, lieve vrienden. Ik ben er alweer een tijdje eruit. Ja, mijn mannenklokkenbegeleider is alweer geweest. En die heb ik even het hoekje bij de containers laten schoonmaken. Ja.
Maar in ieder geval, ik wens jullie weer een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Van natuurlijk Corina, ik zei de gek en de beestenboel. Daar legt het er een. En daar legt er een. En meisje. Ja, zegt Mero. Ja. Nou, en die andere zwart-witte zagen jullie ook net lopen door het beeld. Maar die is nou weer verdwenen. En wat de rode is, nou, die zal ook wel ergens buiten hangen. Ja. En het is vandaag, eventjes zien, woensdag, de 11e juli. En het is 11:26 op mijn computer. Ben ik nog weer vergeten te zeggen van mijn klok. Oh, kijk er nog een... Goeie week zo mee zitten. Nou ja, ik zal me wel een vriendje geven. Ah. Het loopt een half uur voor en hij is ermee bezig, dus laat ik het hem doen. Maar ik ben het vergeten. Maar ik stuur wel een appie. Ja hoor, komt goed. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Het is hier heel vreemd weer. Ja. Als je daarvan kan genieten, ik weet het niet. De ene keer schijnt de zon en dan is het warm, lekker, heerlijk. En dan wordt het weer bewolkt. Zoals momenteel hier de lucht eruit ziet. En dan wordt het weer een beetje frisser en dan denk je van nou, maar ze is wel iedere keer bezig, ondanks dat het donker, ja, doe maar, doe verder. Kijk, daarom is ze wel bezig, maar daar kun je ook niet naartoe kijken. De lucht is trouwens helemaal scherp hoor. Kijk, daar zit de dame. Hé? Nee, geen gehoor. Oh, kijk, die rode rakker. Die legt daar in die bak. Ja, eronder in. Hé? Kom dan. Ja, kom dan. Hoi. Hoi, mijn kerel. Hoi, mijn kerel. Ja, dus, maar oké, ja, doe wat jullie doen willen met dit weer, als jullie dit weer ook hebben. En probeer er in ieder geval van te genieten. Ik ga zo meteen weer eventjes op mijn computer even wat doen. Want ik heb voor vanochtend al wel weer genoeg gedaan. Een zware container aan de weg moeten zetten. Wordt normaal voor mij gedaan. Maar diegene heb het af laten weten. Dus ja, en nou niet af laten, heb het helemaal niet af laten weten, laat ik het zo zeggen. Hij is gewoon niet gekomen zonder boel of wat te melden van ik kom niet. Nou, dat vind ik niet leuk, weet je, dus zo kun je er niet op aan. Maar ja, oké, het is nou helemaal geschiet en terugdraaien kan je het niet. Dus ik heb het zelf moeten doen en nou ja, de vaandes mensen die zijn zo lief en vriendelijk, die zetten, als ik er al niet ben, zetten ze hem weer voor de schuttingsdeur neer, zodat ik hem, als die leeg is, kan ik hem zo meetrekken. Maar ik moet iemand hebben die trouw iedere dinsdagavond komt om die container naar de weg te zetten. Is die persoon ziek? Dat hij dan misschien iemand anders weet die het dan voor hem in de plaats wil doen. Of voor haar. Ja, dat is het met z'n tweeën doen. Ja? En ze kennen een bakje koffie, net wat ze willen hebben, kunnen ze krijgen van mij. Ja, dat doe ik niet moeilijk om hoor. Ze kunnen gewoon op visite komen. Ja. En dat is mijn klok die een half uur voorloopt. Ja! Een half uur. Dat is absurd. Dus ik zal die beste man even een appje sturen. Als je nog even hebt. Mijn klok loopt een half uur voor. Ja, hij zit toch hier vlakbij. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Doei, 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 doei. Doei. Ja, lieve vrienden, het is weer avond. Het is soort 7:30, als het al niet 7:30 is. Ja, het is net geweest. Nieuws begint. Zijn jullie net zo blij als ik dat die voetballetjes
uit die grot zijn gered? Ik wel. En ik dacht, ja, de apparatuur konden ze helaas niet meenemen omdat er iets kapot ging, een pomp. En nou is die grot weer onder het water, dus ja. Oké. Okay. Het is avond dus. Ik heb een eten voor mijn neus staan met een bakje koffie en een wijntje. Mijn hondje heeft ook al eten gehad. Dat heeft hij laten staan. Nou ja, oké. Okay. Moet hij weten. En ik heb rode kool met gebakken sippeltje en spekjes. En dat vlees, nou ja, oké. Okay. Dat is weer een cadeautje van liefhebbende dochter en schoonzoon. Dus ja, I don't know. Dat is, het was al gekruid. Dus ja, wat het is, het stond niet op het zakje. Dus ik weet het niet. Een wijntje en een bakkie koffie. Dat ik ga zo weer heerlijk genieten. En ik zou zeggen, genieten jullie ook van jullie avond. Het is mooi weer. Geniet daar ook van. En ik zou zeggen, tot later. Doei, doei, doei.